Alexandra ligt zwaar onder vuur en wij besluiten om een boekje te verslaan. Klinkt logisch. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige echte zeep. Zoals ik al zei in de vorige aflevering, dachten wij eventjes dat het handig zou zijn om een boek te verslaan. Daarvoor hebben wij een geweldige equipment er weer bij gekregen. En in deze aflevering gaan we maar eens eventjes richting Zelda en Shawny, want die staan daar boven nog steeds met vleugeltjes te spelen. Iets in die trend. En die zit op ons te wachten. Nou, voor de rest is er hier nou niet veel te doen, dus laten we maar verder gaan met de storyline. Zoals je ziet, de standbeelden die zijn weer open en ja, ze gaan niet meer dicht. En we kunnen nou het hele kasteel exploren, mochten we dat willen, maar er is weinig te exploren, laten we eerlijk wezen. Wauw, wat is dit? Dus dit is het geheim. Ja, ik moet voice acten. Sorry. Dus dit is het geheim van Alexandra's kasteel. Je hebt weer een andere stem, maar dat maakt niet uit. Er is een Zelda en Shawny daar. Ah, misschien. Laten we er gaan kijken. Waar ben je mee bezig? Hé, er is geen punt om allemaal te gaan. Weet je wat? Ik neem het wel vanaf hier. Maar waarom? Ik bedoel, ik wil met jou mee. Ik bedoel, ik wil Zelda en Shawny ook helpen. Luister, Kuzi die kan dit kasteel elk moment gaan vernietigen. Dus ga er weg, zodra dat je kan. Kom op, Tuilig, maak je geen zorgen over mij. Eén dag doe je hetzelfde voor mij of voor iemand die ook heel belangrijk voor jou is. Ik weet niet. Maar goed, Zelda is heel erg belangrijk voor mij dan alles dan ook. Of wat dan ook, iets in die trend. Ik moet mijn waaier aanzetten, want het is warm. Man, je maakt me ziek. Ik ben weg hier. Volgende keer als je held wil spelen, dan mij er buiten. Meh, later. Nou, ik denk dat er geen manier is om jou te stoppen. Maar onthoud, dit is niet alleen jouw oorlog. Dus denk niet alleen dat je kutje alleen mag bevechten. Als je Zelda vindt, wegwezen. Oké. Kom op, Tauler, laten we gaan. Maar, kom op, Tauler, laten we gaan. Wilma, wacht even. Laten we gaan, Tauler. Het is haag, maar goed, maakt niet uit. Nou, die gaat er ook gelijk achteraan. Sorry, ik kan je niet met me meenemen, maar ik moet met mijn instincten meegaan. Ik heb niks anders te zeggen. Oké, Zeepie, succes. Dankjewel. En nou denk ik dat ik een hele grote fout heb gemaakt, want er is nog één ding eigenlijk wat we zeker moeten kijken. Dus, ik kan niet terug. Damn. Even een edit dingetje. Oké, sorry, het was helemaal niks. Ik dacht heel eventjes dat ik namelijk iets vergeten was, maar ik ben niks vergeten. Ja, soms moet je toch wel eventjes een beetje denken van, oh boy, maar oh, aardbeving. Wat de hel was dat? Ja, dat weet ik ook niet. Jeez! Jesus, migus. Here I am to save your day! Oh, nu wel, hè? Shawny is trouwens ook in orde. En het er niet mee eens. Zelda, het spijt me. Ik weet niet waarom dat ik niet eerlijk tegen je was. Zeepie, we hebben allemaal een grote puin opgemaakt, of niet soms? Wow. Misschien is het beter om hier later over te praten. Laten we hier wegwezen. Ta-ta-ta-ta. Dus als ik het goed begrijp...
Zo, die gaat even Independence Day. Meer zielen zijn er teruggekeerd. Misschien is het microscopisch, maar het proces blijft nog steeds doorgaan, na 1000 jaar. Laat het altijd zo zijn dat ze niet meer naar Gaia horen. Ik bedoel, ze moeten terugkeren, maar ze kunnen nou niet meer terugkeren. Ik ben bijna niet te verstaan. Kutja heeft het wel goed gedaan, hij heeft het langer volgehouden. Ik had nooit gedacht dat hij hier zou dachten dat hij zijn laatste dagen rond zou brengen op Gaia. Misschien was het zijn doel die hij vroeger is neergezet. Ik had ook niet mijn doel stappen. Ooit moet ik ook mijn tegenligger tegenkomen of iets in die trend. Ik weet het niet. We weten nog niet eens wie die gast is. En hij is vervelend. En ik moet hem een andere stem geven, want deze doet een beetje pijn. Maar goed. Zoals ik al zei, is de reconstructie al bezig op een goede manier. Ja, dat is alleen maar goed. We zijn aan het belden op ship nummer 3, dat gaat ook wel goed. Dus dat gaat eigenlijk wel lekker. En heel veel energieën en de districten hebben zich aangeboden om mee te helpen. Onze mensen zijn sterk. Dat heb ik nog nooit bedacht eigenlijk tot nu. Ja, ze hebben feit. Ze hebben echt... Ze geloven in je, Regent. Dat is waarom dit ze denken... Of daarom deden ze gewoon zo streng. Ze denken dat niet, ze zijn het gewoon. Ze zijn blij en trots om burgers van Limblim te zijn. Bakker? Regent, wat gebeurt er allemaal? Ik ben moe van werken, iedere dag opnieuw bij Aship. Waarom kom jij niet eventjes langs het onderzoek? Help je ons nog een beetje bij? Denk je aan beide van ons? Ik maak er maar een grapje, jongen. Ik bedoel, we hebben allemaal genoeg met aan het werk, dus ja. Weet je trouwens hoe Zeepie aan het doen is? Ja, hij is in orde. Ik bedoel, hij zal zo wel wakker worden. Blank gaat naar het kasteel en kijk hoe het met hem gaat. Oh, en zeg maar even dat het langs mijn kamer moet komen. Oké. Waarom ook niet? Ik bedoel... Prima. Dus... Hier zijn we dan. Zelda, Shawnee. Wat is er gebeurd na die explosie? Hoe ben ik hier gekomen? Hoe ben ik ontsnapt aan die filmcliché van Deep Impact? En waarom is dit hier weer een dicht kistje met een egoist... armlet die wij eerder hier niet... Waarom zijn alle kistjes weer gevuld? Is het van, misschien als ze terug gaan komen tot we eventjes wat spullen in deze kistjes kunnen douwen? Nou ja, maar helemaal niet klaar. Gratis. Oké, heb jij een brief die je wil sturen? Je bent blij dat Limblim, maar je houdt niet van Fossil Row, William Faber... Ja, wij willen een brief sturen. Naar wie? Sorry, naar wie moeten we hem sturen? Moedon. Is dat niet diegene in de... district? Zeepie! Blank! Dus, hoe voel je je? Ja, prima, denk ik. Dus, waar is Zelda? Weet je waar Zelda is? Hey, ik heb het niet gezien. Misschien is ze boven bij de telescoop. Oh, ja! Jongen, is het nou echt niks anders waar zijn gedachten aan zit, als alleen maar meisjes? Hey, moet toch iets hebben zo'n videogame? Ik bedoel, waarom ook niet? En we gaan weer met ATE. Serieus? Het spel hier is gewoon echt van 300 battles en dan 500 cutscenes en dan weer zoveel battles en dan weer zoveel cutscenes. Maakt niet uit. Goed. Oh, dit ziet er niet goed uit. Ja, wat het ook is. Ik denk dat het dood is. Hey, jullie hebben dienst. Kapitein. Het spijt me, maar we hebben dit rare ding gevonden hier. Dus aan de kant. Ik ben echt een zeehond geweest, weet je wel. En ik heb echt wel een idee wat dit kan zijn. Dus, het is dood. Als je nou eens even een dokter gaat zoeken. En ik vind het geweldig hoe dat het ook echt zo opstaat. Want nee, het is dood. Wel, verdorie. En nou kunnen ze in één keer rennen. Het maakt een keer tijd dat ze dan een keertje respect tonen. Waarom is iedereen bang voor Abby hier? Ik bedoel... Waar is dit? Ik heb honger. Ja, je hebt altijd honger. Maar goed, buiten dat.
Dus Abby hier is ook weer terecht, gelukkig. Ik weet niet, hij was van Madame Sari. Toen is hij meegegaan naar Alexandria. Of nee, hij is meegegaan naar Treno. Dus dan neem ik aan dat hij ook mee is gegaan naar Alexandria. En daar is hij weggeblazen en in het water terechtgekomen. Ik weet het niet. Logica is mijn broodje gezond verstand ingesmeerd met boter. Nou. Laten we maar eventjes naar de... Ja, naar de... telescoop boven gaan en kijken hoe dat het is. Met Zelda. Of Zelda daar überhaupt wel is. Dus ja, upper level. Altijd handig. Piep. Dat is grappig. Een shiny ding effect die ik er niet meer in hoef te editen. Dat is wel altijd een voordeel. Maar goed, laten we naar de telescoop gaan. Oh, en voordat ik het trouwens vergeet... Even een seconde volhouden, hè? Dat is zo simpel. Ja, voordat ik het vergeet, ik krijg de laatste tijd echt enorm veel via Facebook, via reacties in YouTube, via Twitter, krijg ik heel veel meldingen wanneer dat mensen jarig zijn. Ja, ik denk dat ik daar iets voor ga doen. Elke keer in het begin van de maand ga ik gewoon iedereen die in de maand jarig is, gewoon in één keer feliciteren door gewoon te zeggen... Mensen die in augustus jarig zijn, alvast van harte gefeliciteerd namens dezelfde planeet van de studio's. En ik hoop dat jullie er een geweldige dag van maken. Anders is het echt niet te doen om al die verjaardagen bij te houden. Dus, en ik wil niet iedereen teleurstellen. En ik wil dolgraag jullie feliciteren. En dat is heel erg moeilijk. Dus bij deze, iedereen die in de maand augustus jarig is, van harte gefeliciteerd. Dus ja, maak er een hele leuke dag van. Goed. Zelda, je knuffelde mij. Kijk eens wie hier is. Ja, dat was even nogal een beetje een rare shizzle, of niet? Ik dacht echt dat we het niet zouden kunnen halen dit keer. Maar je ziet dat ik helemaal beter ben, dus niks aan het handje. Zelda, is er iets mis? Oké, dus je bent gewoon blij om het te zien en je weet niet wat je moet zeggen. Ik wist dat je zoveel van me hield. Iets verkeerds gedaan? Oké, wat heb ik fout gedaan? Misschien is ze gewoon moe. Ik bedoel, er is veel gebeurd sinds Brain dood is gegaan. Ja, dat kun je wel zeggen. Misschien kan ik erop vrolijken. Hé, hey, weet je nog die belofte die we hadden gemaakt voordat we naar het festival gingen? Je bent me nog steeds een date verschuldigd. Laten we gaan! Ik denk dat ze... ik denk dat ze dit vervelend vindt. Misschien moet ik er even mijn rust laten. Ik denk dat je heel erg veel in gedachten nou zit, dus sorry dat ik je lastig viel. Ik zie je straks. Sepi, je bent zo lief. Dankjewel. Ah. Maar waarom kon ze dat niet gewoon tegen mij zeggen? Ik bedoel, zeg het gewoon. Damn. Nou, weer damn blank. Ik ben vergeten om hem te vertellen dat hij naar Sid's room moest gaan. Hij is waarschijnlijk al boven aan babbelen. Fdurrie. Oftewel, eventjes een reminder dat we dus naar Sid's kasteel moeten gaan. Nou, gelukkig hebben wij de kracht van ATE en Zeepie weet het niet, maar wij weten het wel en wij besturen Zeepie, dus wij kunnen hem wel naar Sid laten gaan zonder dat we eigenlijk daar dus problemen mee hebben. Dat is helemaal geen enkel probleem, dus. Goed. Oh. Ja, werd ik het tijd. Yo. Wat? Ben je me aan het volgen of zo? Ben je een stalker? Wil je snoepjes hebben of zo? Wil je mijn laatste M&M? Hey, ik heb geen tijd om rond te spelen net zoals jij. Ik bedoel, ik heb je iets vergeten te vertellen. Ja, wat? Sheesh, wat is er met jou? Nou, wat? Nee. Wil je mijn laatste M&M hebben of niet? Oh. Jij hebt lopen vechten met haar, of niet? Hou je kop! Dan gaat je ook alleen een moer aan. Rustig aan, joh. Hey, City wil er even mee praten. Hij is in de Royal Chamber. Ik weet wel, daar. Ja, wat mot die? Dat weet ik veel. Nou, doei. Die laatste M&M krijg je niet. Snul. Goed. Hij is in de Royal Chamber, dus dan moeten wij hier naar boven toe, dacht ik. Ik dacht dat hier de Royal Chamber was. Kan jij praten? Ja. Waarom mag ik niet gewoon door die deur heen lopen? Ik bedoel, serieus. Overal is het toch al zo lekker als een mandje. Ja, geweldig. De held is wakker geworden.
Ja, ik had gehoord dat je me wou spreken, dus wees er. Nadat we die aanval van Alexandria hebben gezien, hebben we iets interessants gevonden. Interessante dingen die jullie allemaal eigenlijk zouden moeten leiden. Ja. Die anderen zijn aan het wachten in de vergaderzaal. We kunnen de meeting op elk moment beginnen. Oké, dat is prima, maar jouw stem verandert ook verrokte vuil, hè, de dames en kerel. Alsjeblieft, volg mij. Jouw stem is weer het vorige stemmetje, ik weet het allemaal niet meer. Juist! Beetje de vierde muur breken, jongens. Niet doen, hè. Stout, stout. Dus, hoe is nou met... Wow! Komt even binnenvallen. Oké, nou, wat is er allemaal gebeurd? Is dat in de Rijn? We zijn nog steeds, we missen de prinses nog. Ja, die zit boven bij de telescoop. Oh, ik ga hem wel halen! Wacht nou even. Oké, whatever. Maakt niet uit. Oké, laten we beginnen. Waar zou ik beginnen? Waarschijnlijk met een ATE, want we hebben nog niet genoeg storyline gehad. Alexandria is weg. Verdwenen. Ik kan het nog steeds niet geloven. Zoveel mensen zijn er dood gegaan. De overlevenden hebben geen huis meer. Hoe kon dit gebeuren? Misschien had ik niet naar Shiny moeten luisteren en Alexander moeten oproepen. Nee, het is niet haar schuld. Het is mijn schuld. Ik had nooit moeten wegrennen van huis. Ik heb iedereen erbij betrokken. Zepi, Tauler, Liruji, iedereen. Als ik bij mijn moeder was gebleven, misschien kon ik haar stoppen. Het is allemaal mijn schuld. Ik had de troon niet moeten aannemen. Ik dacht dat ik het kon, dat ik dingen kon veranderen, maar... Ik heb alleen maar verdriet bij iedereen gebracht. Wat ga ik nu doen? Oh god, iemand die is emo aan het worden, hoor. Oh, ik ben zo slecht. Kijk eens een keer naar de goede dingen die je hebt gedaan. Zoals mij in de steek gelaten te hebben. Nou. De stad is in ruïnes. Ik bedoel, heel veel onschuldige mensen zijn verloren gegaan. Ja, dat kan ik wel. De hoogheid is waarschijnlijk heel erg verdrietig. Serieus, blijf jouw stem nou de hele tijd veranderen of hoe zit dat nou? Maar goed, ik heb nog nooit zo'n tragedie meegemaakt. Er is niks wat we konden doen. We vochten met alles wat we hadden. Maar helaas. Beatrix en ik waren zelfs bereid om onze levens te geven. Ik wist niet wat er met haar is gebeurd. We hebben niet erg veel tijd en effort om Limblum te herbouwen. Maar ik denk dat het veel langer zou duren om de mensen... om hun verlies tot ze even kunnen... Want degenen die het hebben overleefd, die hebben een hele zware lange weg voor hun. Bemusia, Clara, Limbum. En nou Alexandria. Kutja heeft alle vier de naties gewoon vernietigd. Water, aarde, vuur, lucht. Oké, nou goed. Wat probeert hij voor elkaar te krijgen? Weet ik veel. Laten we hem gewoon in elkaar slaan. Het is niet zo makkelijk. Kutja is veel sterker dan ons. Hoe denk je dat je tegen hem kan vechten? Kutja is misschien een man van heel veel mysteries, ja. Maar ik kan niet geloven dat toen wat ik zag toen wij... ik kan nog steeds niet geloven wat ik zag toen we Alexandria aan het te laten waren. Wat heb je gezien? Ik zag hem vluchten in een van mijn... gestolen luchtschip. Hildegarde 1, hoor. Er waren ook Black Mages aan dat schip. Er waren geen gewone oude Black Mages, ze waren ook aan het praten. Nee! Oh nee. Weet je dit zeker? Ja, ik vergis me nooit. Waarom? Waarom zijn ze met Kutja? Uh-oh. Diepe boosheid. Terug naar Zelda? Oh. Die knal die heeft al bijna ons schip verslaan. Voor een seconde dacht ik dat ik... Oh, wat ben ik raar aan het denken. Wat kan die oude sukkel tegen me doen? Hij kan me niet verslaan. Niemand kan mij verslaan.
Trouwens, hij is te laat. Ik bedoel, de wieltjes draaien al. Waarom zijn die Black Mages mee aan het lopen met hem? Ik laat hem niet tussen beiden komen. Ik had een speciale stem voor jullie. Oh ja. Wat is er gebeurd? De verschrikkelijke verwondingen moet je hebben gehad. Huimhond! Als ik Alexander niet mag hebben, het zal wel. Ik zal wel een andere Edelion snel vinden. Hé, hey, jullie. Ik ben meneer 234. Hou je kop! Ik had niet gevraagd naar je nummer. Zijn de voorbereidingen klaar? Ja. Met een keer tijd. Zeepie, jouw stuk in mijn... Jouw rol in mijn toneelstuk is ver van over. Ik ga nu rusten. Dus terug aan het werk. Mee. Dus Zorn en Thorn die zijn nou weer bij Kuja, omdat we bij Brain weggeschubt zijn. En juist. Dus als ik het goed begrijp, jouw vrouw is boos op jou en heeft haar magie gebruikt om jou in een oglop te veranderen. Ja, dat is eigenlijk best wel een treurig verhaal. Ik bedoel, serieus, mijn vrouw die heeft me gewoon hier aan toegeleid, maar ja. Maar, was het niet Kuja die de Hilda-ship te pakken heeft gekregen? Ja, dat wil graag ik weg ook al voordat dat kwam. Ik bedoel, hij heeft waarschijnlijk het gedaan om zijn plan af, wat hij ook mag proberen, dat hij daar zeg maar zijn vuile plannetjes smeet. Wat maakt het ook uit? We moeten Hilda en de airship terugkrijgen. Wow. Ah, wat een ramp om een heerser zo zeg maar te eindigen. We kunnen dit niet negeren. Kuja moet gestopt worden. Nogal, inderdaad. Ik ben het er helemaal mee eens. We moeten dealen met hem voordat het te laat is. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, jongens. Hoe doen we dit? Ik bedoel, we weten nog niet eens waar die is. We hebben geen airship. We hebben helemaal niks. Echt helemaal niks. Ja, je hebt wel gelijk. Ik bedoel, nummer 2 staat nog steeds uit de commission. Dus ja, daar hebben we niks aan. En we kunnen ook nog eens een keertje niet zien de airship zeg maar van de current is. Ik bedoel, als ik maar weer een man was. Artania, is er iets wat er gedaan kan worden? Ik heb gesproken met meneer Dr. Tot en hij gaat ons ook joinen. Hij kan er elk moment zijn. Ah, dat is geweldig. Ik weet zeker dat Dr. Tot heel erg helpvol kan zijn. Het spijt me dat ik laat ben. Maar het maakt niet uit. Vergeef me voor jou korte bericht. Maar bedankt dat je zo snel kon komen, want wij hebben heel weinig tijd. Dat is helemaal geen probleem, minister. Je hoeft niet zo verontschuldigend te zijn. Ik heb gehoord wat er gebeurd is aan Alexandria. Ik ben zo blij om jullie allemaal weer te zien. Waar is de prinses? Shawnee is er ook niet. Zijn ze in orde? Hey, maak je geen zorgen, Doc. Ze zijn in orde. Shawnee is eventjes zelf aan het halen op dit moment. Oh, ik snap. Dat is een opluchting. Dit is Dr. Tot. Hey, jongens! Jeez, waar is ze nou weer? Je stem had in één keer een sprong. Ik zie dat je weer zoveel energie hebt als altijd. Het is Zelda, zus. Was er mis? Ik denk dat ze de stem kwijt is. Ze kan niet meer praten. Wat? Kom even wezen, ze zit in de gastruimte. Wacht even. Durie. Niemand luistert naar mij. Ik ben zo terug. Wacht even een minuutje. Kom mee, Doc. Ik ook mee. Laten we deze meeting heel eventjes even op pauze zetten, oké? Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. We gaan dadelijk verder met deze meeting. Zeepie, vertel eventjes wat er vindt over haar conditie als je iets meer hebt gevonden, oké? Ja, zal wel, doei. Zoveel cutscenes! Dus nou gaan we naar de guest room.
Omdat Zelda misschien een stem kwijt is. Nou ja, misschien van de blaas heeft ze keihard lopen gillen of zo. Misschien heeft ze lopen schreeuwen. Zeepie, Zeepie, waar blijf je toch? Kom bij me, Zeepie. Weet ik veel. Moet er iets verzinnen. Oké, nou, we zijn dus op mid-level. Want daar zat de guest room. Wat een tekst en uitleg toch allemaal, zeg. Jongen. Goed. Zelda, hier ben ik, jouw zeep. Alsjeblieft, wacht even. Ze zit op het bed. Oké. Hier ben ik om je dag te redden. Hallo. Zelda, doe het eens zeggen tegen mij. Prinses? Prinses, wat is het probleem? Oké, dit is een slechte grap. Dokter, is er niet iets wat jij kan doen? Wat een tragedie. De prinses is inderdaad haar stem verloren. Na alles waar ze doorheen is gegaan, de dood van de moeder en de vernietiging van haar geliefde koninkrijk. Ze heeft zoveel pijn moeten deden. Prinses! Oh nee, niet weer. Zelda! Dus, dat is het. Er is geen hoop. Ik geloof dat dit alleen maar tijdelijk is. Maar het kan maanden, zelfs jaren duren voordat ze weer kan praten. Wanneer dat ze over de verdriet heen is, misschien. Dus alles wat we kunnen doen is wachten. Ik ben bang. Dit is niet een normale ziekte. We moeten haar hart op vrede houden. Dat is het enige waar ik aan kan denken. Prinses, alsjeblieft, vergeef me. Shawnee, kun jij haar even in de gaten houden voor een tijdje? Ja, maar natuurlijk. Maar wat ga jij doen dan? Ik ga Kutja zoeken en ik ga hem helemaal van rot schoppen. Doc, ik heb een luchtschip nodig om Kutja te vinden. Vertel me hoe Sid weer terug kan komen in een mens. Dat is de enige manier. Nou, rustig aan. Laten we naar de Regentist gaan. Daar komen we verdorie net vandaan. Nou, Roesbak, hup, opstaan. Prinses. Alsjeblieft. Zeg iets. Oh, serieus. Oh, Shawnee. Je moet ook even een baby zitten, sorry. Oké, ik kan wel tegen een Roesbak, hoor. Als je me niet zo door blijft janken, dan ben ik tevreden. Dus, er is misschien enige hoop voor mij. Het spijt me, Sire. Maar we moeten de persoon vinden die deze spel heeft neergezet om het terug te draaien. Verdorie. Nou ja, eigenlijk als ik erover nadenk, kan er een andere weg zijn. Lang geleden heb ik een boek gelezen over het vervormen en van andere vorm aannemen en alles. En om dat effect weer terug te draaien. Is dit waar? Ja, hoe dan ook, ik weet niet of het echt een, goed, ik bedoel, ja, de boek had nogal veel humor erin zitten, dus ik weet niet of het waar is. Is er een kans dat ik er van dood ga? Waarom heb je in één keer Wilma's stem? Dat klopt niet helemaal, hè? Is er een kans dat ik er van dood ga? Ik denk niet dat het dodelijk zal zijn, maar we hebben 3 ingrediënten nodig en dan zal het wel komen. Nou, laten we het gewoon proberen. Dat is makkelijk voor jou om te zeggen. Dat is jouw stem. Sorry, ik ben heel gekregen uit. Ik kom wel mijn spiste, maar ik schud het af voor. Lach me niet uit. Maar goed. Luister, Zeepie. Het is echt even het belangrijkste belangrijk dat jij het even voor elkaar gaat. Ja, wat zijn die 3 ingrediënten? Het is een unusual potion, een beautiful potion en een strange potion nodig. En ze moeten gemixt worden in een 5-2-3 ratio dinges, iets. Magicians van vroeger. Jouw stem verandert ook constant. Ja, ik weet het. Ik ben een mannetje van vele stemmen. Maar die gebruikt ook altijd die potions. Ze zullen wel... ze waren heel erg... ze kwamen veel voor in oude vroegere tijden. Ja, ik denk dat de ingrediënten van zo'n... dat die best wel lastig aan te komen zijn. Maar zoals je had gezegd, ze zijn niet langer populair. Dus ik weet niet eens of we ze kunnen vinden. Ik denk dat Sina die unusual potion heeft. Dus... dan komen we wel ergens. Ik zorg hiervoor. Ik heel eventjes door de stad heen rondhuppelen en kijken of ik die ingrediënten kan vinden. Ja, ik reken op je. Zo,
Wat een voice acting, wat een voice. Oké, okay, nog één ATE. Dan is het genoeg voor deze aflevering. Het was heet. Jam, ik heb ook wel een hoofd dus. Hé, hey, ik heb een naam nodig. Eens even kijken. Geef een seconde, ik heb even een naam die ik voor je moet vinden. Laat me gewoon die oude even gebruiken. Wat? Nee! Niemand gebruikt mijn hamer, alleen ik. Oh, kom op. Nee! Niemand raakt mijn hamer aan, maar alleen ik. Prima. Maar ik moet deze spijkers hier nog steeds erin krijgen. Oké, ik zoek wel even iets. Dat was zinloos! Stop nou toch eens een keer met die zinloze ATE. Ik bedoel, serieus, wat heeft dat voor nut om te vertellen dat dat zijn hamer is en dat niemand aan zijn hamer mag komen? Bladibladibladibla. Jik. Beste kijkertjes, ik denk dat we genoeg hebben gezien voor deze aflevering. Heel erg veel gehad zien. Alexandria is verwoest. Hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Dank jullie wel voor het kijken naar deze aflevering. Heb je vragen, leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Dan gaan we op zoek naar die potions. Dus, potions. Potions. We hebben potions. Oké, okay, ben ik klaar. Dus bedankt voor het kijken, jongens. Tot morgen. Doei! En iedereen die nog jarig is in deze maand, nogmaals gefeliciteerd.